U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Een prachtige lentedag hebben we achter de rug met staalblauwe luchten, prachtige bloesems daarbij. Het resulteerde in dit soort fraaie plaatjes. Vanaf de grond zag het er zo uit. Vanuit de ruimte keken we naar deze satellietfoto's. Vrijwel geen bewolking in onze omgeving. Boven de Noordzee wat sluierwolken, wat dikkere wolken, een eindje Duitsland in. En ten westen van ons moesten we helemaal tot voorbij Wales om de bewolking tegen te komen. Heerlijk rustig lenteweer dus in onze omgeving. Dat gaat heel langzaam veranderen, maar nog niet vanavond, want dan is het gewoon helder. Temperaturen liggen zo tussen de 7 en 10 graden. En vannacht daalt het kwik heel langzaam verder naar een minimum van een graad of 4. De wind gaat toenemen, vooral in de kustgebieden. Draait ook naar een zuidelijke richting en er is wat meer bewolking, vandaar dat het niet zo koud wordt als we de afgelopen nacht hebben we gezien. Dan morgen een wisselend bewolkt beeld met zonnige momenten, wat wolkenvelden. Het blijft heel lang droog, maar in de avond krijgen we vanuit het noordwesten te maken met wat regenval. Voor die regenval uit is het 14 tot 16 graden, vrij zacht weer. De wind waait matig tot vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting. Dan gaan we de dagen die volgen bekijken. Met vrijdag nog een enkele bui, ook zonnige periode. En duidelijk lagere temperaturen, 10 tot 12 graden. Stevige noordenwind zorgt voor lagere gevoelstemperaturen. Zaterdag wordt het een graad of 15. In de loop van de dag neemt vooral in het zuiden de kans op een bui toe. Zondag duidelijk meer bewolking en meer buien. Toch wordt het dan 17 graden. Temperatuur op de lange termijn laat het volgende beeld zien. Rond de Paasdagen temperaturen net boven de 15 graden. En dat blijft eigenlijk een groot deel van de periode zo. Het is wel zo dat de onzekerheden sterk gaan toenemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.